jouw ploeg is het met een man minder, een uur lang, in staat om het Quick Boys alsnog moeilijk te maken. Dat is een compliment, maar hij staat wel met lege handen. Nee, is ook zo. Ja, eigenlijk is de 2-0 in de blessuretijd eerste helft, wat vond ik echt een overtreding was van hem. Want die Lewis die leunt helemaal op onze speler. Die fluit hij de rest van de wedstrijd wel overal af, behalve op dat moment niet. Ja, en in de blessuretijd eerste helft is 2-0. Ja, dat is een beetje een knak natuurlijk, als je al met 10 man speelt. Maar ik denk dat wij compliment verdienen voor de tweede helft. We hebben iets anders gaan spelen. Ik heb ook gezegd in de rust, ik wil niet dat je laat afslachten. We moeten woensdag natuurlijk weer spelen. Dus ja, dan zal je ook je krachten moeten verdelen. We hebben een paar keer nog gewisseld. We zijn in het systeem iets veranderd. Ja, je ziet dat Quick Boys eigenlijk niet heel veel creëert op het laatst pas weer. Omdat we maken de aansluitingstreffer. En dan kan je Quick Boys nog even laten bibberen. Dus dat is op zich wel goed gedaan als je 2-0 achter staat. Ik had toch wel het idee dat je daar met het eerste kwartier, zeg maar bij de 2-0, iets had van, nou, we moeten hier inderdaad, wat je al zegt, dat zag je ook. Niet beperken, alles beperken. Ja, geen kaarten, maar ook niet een grote nederlaag. Nee, dat is ook zo. Het is al zo zwaar dan. Als je constant, en kijk, als je een kwartiertje of 20 minuten met een man minder doet, ja, dat is op zich wel goed te doen. Maar dit is echt lang. Het was een minuut 3:24. Ik vind het ook heel zwaar gestraft overigens. Ik denk, ja, waarom nou? Hij maakt die wedstrijd dood. Dat is een heel lichte overtreding. Dat was ook nog op appel van de grensrechter. Maar goed, hij kan het doen, hij mag het doen. En weet je, het is heel zuur. Want Ringeling, normaal gesproken gebeurt hem dit niet. Hij moet gewoon die bal wegschieten. Ja, maar het was een overtreding in mijn, niet echt doorgebroken, dat had ook met geel afgekund. Ja, precies. Hij zat er zelf nog zo dichtbij, ja, dat ik denk van ja, volgens mij is dit wel heel zwaar gestraft. Maar ik zeg al, scheids mag het doen en dan gebeurt het ook. Ja, dan moet je gaan schakelen meteen. Hè. Dus we hebben het eerst met dezelfde team gedaan, in de rust gewisseld nog, Abbas erbij. We zijn vanuit 5-3-1 de tweede helft gaan starten. Je ziet meteen dat Quick Boys aan het zoeken is om er doorheen te komen. Ja, wij waren wel een beetje aan het prikken nog voor wat uitbraken. Ja, vanuit het niks maken wij toch 2-1. Dat is een knappe goal. Ja, en dan weet je dat het bij hun ook niet lekker zit. En dan hoop je dat het gaat spoken opnieuw uit, maar het is niet gebeurd helaas.